Ja, we gaan door met een geile kleuter. Ik zal hem even kijken of ik nog heel snel het begin erbij kan pakken. Je bent misschien de eerste keer ingehaakt. Het gaat dus hierover. Kijk, dit is het dus. Hè? Dit kan echt niet. Dit is gewoon totaal not done. En dan staat hieronder ook nog deze naam. Even uitvergroten. Dit kan niet. Met opzet doe ik dat ook. Ik weet gewoon dat dit niet kan. Hier staat Joris. Zie je dat? Huh? J-O-R-I-S. En hier staat Demming. Big trouble. Ik hoop dat ik door dit voorlezen beland in de Bijlmer Bias. Want ik heb gehoord dat in de Bijlmer Bias daar wordt gewoon gebloot. Het enige wat je moet doen, je moet aardig zijn tegen die Suri's. En die vinden het niet erg dat je ze Suri noemt, als je maar respect hebt voor een Suri. We gaan gewoon lekker door. Dat is nummer 3. Inzoomeren. De jeugd van mijn dochter. Nou, dat is dus waar. Ik heb een dochter. En wat hier staat is satire. Dit is dus niet waar. Ik lees voor. Enig kind zijn is ook een soort voordeel, zeggen ze. Mijn dochter deed ook net alsof dat zo was. Mijn hart huilde wel in die tijd dat ze geen broer of zus had. En de jaren telden maar door. 8 jaar was mijn prachtigste, enigste dochter, toen haar biologische moeder nog een keer zwanger werd. Pap, zei ze, mijn dochter is dat, serieus tegen me, toen ze hem voor het eerst zag en vervolgde, ik kan dat wel aan. Dank je wel voor mijn broer. Ik dacht echt dat ik het in mijn eentje moest redden. En dat was niet de eerste keer dat ik zoveel vertrouwen door mijn aderen voelde stromen, gewoon weg, omdat zij zo de snaar raakt. Is het einde van hoofdstuk 3? Ik ga even vertellen wat hier allemaal staat. Ik heb het hier over expliciet de biologische moeder. Want om even in te haken op de Bijbel en hoe het waar is. Je hebt helemaal geen ouders. Je hebt alleen maar broers en zusters. Je bent omringd met kinderen van God. En haar moeder, die heeft ook echt een naam en noem ik niet. Haar moeder, die vindt zichzelf echt moeder. Ik ben je moeder! Je moet nu, ga de krant weg. Mijn dochter moet de krant. Mijn moeder wil dan, haar moeder dus, hè, de moeder die ik heb. Hoe moet ik dat dan zeggen? Want mijn moeder die woont in Almere, die bedoel ik niet. Hè. Maar de moeder die ik heb, die beschouwt mijn dochter als een productieeenheid. Hallo, mooi zo. Oh, je bent nou zo oud. Nou, dan kan je nou boodschappen gaan doen. En ik wil dit en ik wil dat. Kortom, ik probeer mijn dochter uit te leggen dat ik haar vader niet ben. Ik ben haar biologische vader waarschijnlijk. Niet voor 100% zeker, maar waarschijnlijk. Haar sociologische vader ben ik voor 100%. En haar vader, die is elders. Denk aan Pippi Langkous. Pippi Langkous was helemaal Pippi Langstrumpf. Haar vader, dat was een piraat. En die had een huis achtergelaten en zij ging tekeer daar. En ze kon alles. Ze kon paarden optillen, achterstevoren in het bed slapen. Want haar vader was een piraat. En zij was zonder haar vader. En dan kan je zeggen dat Pippi Langkous
dat dat profaan is, dat dat werelds is. Ja, dat kan je zeggen. Dat zal ook best wel zo zijn. Aan de andere kant, Jezus heeft altijd gelijk. En het verhaal van Jezus zit daar ook in. Want Jezus sprak over mijn vader of onze vader. En die is niet hier. En de moeder van mijn kind is niet haar sociologische moeder geweest. Alleen maar haar biologische moeder. Zij zegt dat het mijn geslachtsorgaan was wat die wrat in haar buik. En zo wil ze nog steeds praten over mijn kind. Van dat, oh, wat een gek kind. En oh, nou. Mijn kind kwam laatst, of was ze 3 jaar terug of zo. Dus ze zei van, ik heb gehoord van mama. Dan irriteer ik me helemaal dood aan dat ze die persoon nog mama noemt. Want waarom zou die mama noemen? Noem je biomo. Hè, biologische moeder. Mijn biomo. Maar die heeft ontzettend last gehad van mijn dochter. Daarom heeft ze ook haar broer laten choppen. Ja. Dat hij dacht van, nee, zo'n klootzak wil ik er niet meer bij. En terwijl, die persoon waar we het over hebben, die had een leven als een luis op een zeer hoofd. Die ging maandagavond tango dansen, dinsdagavond vroeg naar bed, want op maandag op dinsdag had ze maar 4 uur geslapen. Want in maandagavond was het niet tango dansen, in maandagavond basketballen. Maar dat duurde dan tot 2:30, want ze moesten na afloop van het basketballen, was om 9:45 afgelopen. Nou, dan moet je toch eventjes ontmoeten. Nou, dan ging ze nog van 10 uur 's avonds tot 11 uur 's nachts in het café zitten. Nou, dan nog een beetje kletsen op de stoep. Kwam ze om 1:30, 2:30 's nachts kwam ze thuis. Nou, dan kon ze maar 4, 5 uur slapen. Het was stikzaggerijnig de volgende dag natuurlijk. En dan dinsdag vroeg naar bed. En dan woensdagavond ging ze tango dansen. En dat duurde dan maar tot 12:30. Dus dan kon je in ieder geval rond 1 uurtje of 1 kon je in ieder geval in slaap vallen. En werd mijn kind niet meer wakker. En maar klagen over de kind. Oh, wat was het moeilijk zeg. Oh, ze hadden er zo moeilijk mee. Oh, 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 oh. Het is maar wat. Ik snap die biomo van mijn dochter. Ja, ze moet het natuurlijk gewoon lekker zelf weten. Ik ga haar de les niet lezen. Ik heb haar proberen te vertellen van, poepie doepie, je doet het niet slim. Want ons kind is een heel makkelijk en lief kind. En als je gaat lopen zeiken tegen mijn kind, je krijgt een keer ruzie met mij. En er komt een dag, ze moet het niet bonter maken. En ik denk ook wel dat ze dat snapt hoor. Maar er komt een dag. Als ze nog 1 ding uitvreet tegen mijn kind, dan ga ik echt mijn vuisten gebruiken en dan ga ik haar fysieke schade toebrengen. Zoals in de Koran staat, van je moet je vrouw slaan. Nou, in het geval van die biomo van mijn kind, die mag echt niet een draai om de oren, ben jij gek? Dat station is ze al lang gepasseerd. Een map op haar ogen, zodat ze met een zonnebril naar het Centraal Instituut voor het Toetsontwikkeling kan, waar ze zo'n mooi €1.500 netto in de maand scoort, met haar ook nog huursloeg toeslag dinges. En maar lopen klagen. En niet afwassen. En geen ramen wassen. Geen ramen lappen. Laat staan verse spullen kopen voor de dieren die in huis zijn. Of een keertje aardig doen tegen mijn kind. Doet ze helemaal niets. En dan van mij vertellen in de buurt dat ik haar verkracht heb. Ik heb mijn dochter en de andere kinderen in de buurt volgepropt met suiker, met snoepwaren. Ik heb seks gehad met kleine kinderen in de buurt. Ik deed niks in huis. Zei ik tegen haar, ik doe niks in huis, ik doe toch 7 dagen in de week de afwas. En zij zei tegen mij, moest ze echt lachen. En toen had ik haar voor de bek moeten slaan. Toen had ik de kaak moeten breken. En ik had tegen de rechter moeten zeggen, ja, ik kon er niks aan doen, er viel een kast om. Ze zei iets heel geks en toen ben ik tegen de kast aangestoten en toen viel de kast om en toen is de kaak gebroken. Ik weet er niks meer van, meneer de rechter. Maar ze zei dat ik nooit de afwas deed.
Want ze zei echt letterlijk, ha, noem je dat afwassen. Ik deed 7 dagen in de week de afwassen. En zij dus, noem je het afwassen. En dat was haar excuus. Dus ik heb afgesproken met mijn Heer God. De heren, heren dan, hè. You know fuck me, ja, want dat doet hij toch niet, want ik ben totaal van hem, dus ik mag tegen hem alles zeggen, want hij maalt er toch niet om, hè. Ik wil het nog wel een keer doen. Maar dan de moeder van mijn kind in een Mohammedaanse samenleving. En ze gaat me met een jihad, of nee, een niqab, een jihad. Ja, ze gaat me met een burka over straat. Maar zij liep met een minirok over straat. Met de konten, die kan je gewoon zien als je een jongetje van 8 was, dan moet je een beetje vooruit hollen, kon je de billen zien. Dat is de vrijheid van de vrouw, hè? Ja. Dat moet je de vrouw echt toestaan. Kijk, vrouwen zijn gewoon stoephoeren. En je moet die stoephoeren de vrijheid geven om te stoephoeren. En die mannen in de omgeving, dat is ook zo mooi van de Arnhemse man. Die zagen dus die moeder van mijn kind. Denken, oké, mag ik ook komen thee drinken? En zij zei, nou, ik heb toch mijn mini-rok aan. En een heel klein flipje. Flipje. En als ik dan een beetje mijn benen uit elkaar doe, wil je dan naar je kijken? Nou, al die mannen dachten, yeah! Dat is Arnhem. Een totaal verdorven stad. Ja, het is echt zo hoor. Behalve dan die enkelingen. Ik kan er geen ander oordeel over hebben, mijn lieve kinderen. Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb tegen iedereen aardig gedaan. Maar toen de biologische moeder van mijn kind besloot om het broertje onverdoofd weg te laten snijden. En dan niet in één keer, maar gewoon stukje voor stukje. Dus eerst een paar tenen en dan een voetje eraf en dan een dijbeentje. Maar we maken het uit. Zo'n klein hummeltje kan helemaal niks doen. Die moet zich gewoon overgeven. Islam heet dat. Op zijn Arabisch. Overgave. Je bent maar een wrat in de buik van je moeder. Onverdoofd word je weggehaald, want anders word je net zo'n pain in the ass voor die moeder als mijn welgeboren kind. Waar ze ook altijd over klaagt. Ja, die vrouwen gewoon achter een hek met een kurk in de kut. Ik zeg nu kut, maar dat mag gewoon, hè. Als zij mijn kind aan stukken mag laten schrijven, snijden. Ja, dan mag ik zeggen dat zij een kut heeft. Hè? Lijkt mij. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Nou, zij vindt gewoon dat ze mijn kind aan stukken mag snijden. Dus dan vindt ze het ook goed dat ik haar kind aan stukken snij. Denk daar maar even over na. En natuurlijk blijf ik af van mijn kind. Want mijn kind is mij heilig. Mijn kind, dat heb ik opgevoed. In de zin van opgevoed en gevoed. Proteïne, vet, buitenlucht, sportoefeningen en lachen. En muziek maken en rekenen leren. En de moeder van mijn dochter, die was er pertinent op tegen. Als die zag dat ik goed contact had met mijn kind, dan kwam ze de kamer binnen stuiven en dan joeg ze mijn kind weg. En dan ga je denken van, hé Perry, dat is niet waar. Dit zuig je uit je duim. Oh ja, zal ik morgen bij jou langskomen met een atoombom? Dan piep je wel anders. Hoe durf je me uit te maken voor een leugenaar? Ja, maar Perry, ik vind het helemaal niet positief wat je zegt. Want je doet net als dat er vrouwen zijn. En die, terwijl ze geen enkele reden hebben, laten ze toch jouw kind zonder verdoving bij 14 weken, terwijl het kind al kon schoppen, wegsnijden in Den Haag. Op kosten van de samenleving. En dan gaan ze daarna gaan ze gek worden. En dan gaan ze jouw dochter verhinderen dat het een cadeau krijgt voor de verjaardag. Ja. Want dat is namelijk allemaal gebeurd. Ja, maar dan heb je het er zelf dan gemaakt.
Kijk, dat vind ik een leuke gedachte. Dat de mensen in mijn omgeving zeggen dat het absoluut ontaarde gedrag van de biologische moeder van mijn kind, dat het mijn schuld is. Ik vind het prima. Ik vind het ook echt mijn schuld. Ik heb haar niet voor de bek geslagen namelijk. Dat had ik moeten doen. Ik had haar moeten onthoofden. En had ik tegen meneer de rechter moeten zeggen van ja, het was een ongeluk met het tuininstrument. Ik kon er niks aan doen. Nou, dan was die moeder was dood geweest. Een mooie begrafenis erbij. Nog een keertje huilen met die schoonouders die ook allemaal ruzie maken. En die minachten elkaar. En ze vinden het beste van de mens is om een ander te minachten. Nou, die mensen nog één keer zien. En dan huur ik een huisvrouw voor €500 in de maand. Ja, dan ben ik klaar. En dan mijn dochter lekker alle dingen doen die ik dus wilde. En die heeft ze ook wel gedaan. Want ondanks dat die biomode allemaal op tegen is, heb ik mijn dochter wel leren rekenen. Dacht je dat die stoephoer in staat was om mij te verhinderen om mijn dochter te leren rekenen? Nou, ga nog een keer de vingers aan je hand natellen. Zijn het er 12? En ik heb mijn dochter wel leren muziek maken. En ik heb mijn dochter wel geleerd van taal. En ik heb mijn dochter wel geleerd om goed te zijn voor dieren. En die moeder, die smijt met dieren, hè? Die pakt ze gewoon beet en die smijt ze door de kamer heen. Stom, kut dier, zegt ze dan. En het leuke is dat niemand in de buurt dat in de gaten had. Ik zat er gewoon bij en ik at al mijn nagels op, inclusief mijn teennagels. Had je nog iets om te verbijten? Ik had er gewoon moeten meppen. Gewoon tegen de grond aan moeten meppen. En tegen haar moeten zeggen, wat doe je nou? Val je achterover? Dat ziet er heel slordig uit, stomme stoephoer. Wil je niet zo liggen op mijn tapijt? Wil je een beetje opstaan en de afwas gaan doen? En laat het dan maar met een tand eruit of zo. Wat doet het ertoe? Ze moet gewoon de bek houden en de werk doen. Wat feministen, daar ging het toch om dat vrouwen gingen werken? Dan ga dan godverdom mij. Ga dan godverdom mij werken. In plaats op je rug gaan liggen. En een vrat te gaan lopen wegsnijden die ik mijn kind noem. Zonder verdoving. Ja, verdoving voor haar. Zij werd verdoofd. Maar dat kind? Nee. En ik moet het er maar mee doen hoor. Ik zeur ook helemaal niet. Ik schrijf als een essay. Wat maakt mij het uit? Ja? Nou, we blijven lachen. Want nu gaan we naar hoofdstuk 4. En dat is voorafgaand aan de geboorte van mijn zoon. Ja, dit is dus weer een combinatie van satire en werkelijkheid. Want mijn zoon is dus niet geboren. Die is namelijk gesneden. Eerst zijn tenen eraf. Ik weet niet precies wat er precies de volgorde is. Ik zou nog die kliniek even moeten vragen. Want hoe heb je nou precies mijn zoon aan stukken gesneden? Eerst zijn oren. Ja, maar ja, nou, dat kan ook, hè. Dat hij al met zijn hoofd omlaag lag. Hadden ze als eerste hoofd te pakken, dan een stukje oor eraf. En nog een stukje oor. Toen dachten ze, nou nee, er zijn nog geen stamcellen. En toen hebben ze ergens gesneden in zijn buik. En hij zei van, auw! Ja? En zij zo, auw! En dat voelt ze natuurlijk ook. Dat zij zegt wel dat het een vrat is. Maar ja, net als dat je in een vrat gaat snijden, dat doet ook pijn aan jezelf, hè. Ooit een scalpel gezet in een vrat. Dat doet pijn bij jou ook, hè. Maar zij was verdoofd. Dus zij heeft zoiets van, je moet niet zo zeiken. Dat komt zo dadelijk allemaal nog. Maar de geboorte van mijn zoon heeft nooit plaatsgevonden. En in dit satirische werk doe ik alsof het wel zo was. Ja. Tot zo bij uitzending 4.